Politie, politie! Wat is dit? Wat is dit? Laat je handen zien! Godverdomme! Auw! Omdraaien! De officier van justitie wil heel graag dat jij getuigt. Ik ga niet opgeven wat ik nu heb. Onmisbaar voor als je op jezelf gaat wonen. Mam, denk jij nog wel eens aan papa? Elke dag, Bootje. Waarom? Nou, omdat je bent met Luther de hele tijd. Het is etalagemateriaal. Hè? Is het hash? Nee, kook. Hoeveel jaar denk je dat je krijgt als je hiermee gepakt wordt? Ja. Ik heb 3 kinderen. Ik kan hier echt niet zomaar mee rond gaan rijden. Dat kan echt niet. Blijf van me af! Laat me los! Blijf van mijn moeder af! Blijf van me af! Los, man! Ik zeg nou! Pas op, Boris. Ja, hallo, ik ben er! Oh, was dit jouw idee? In mijn huis, terwijl mijn kinderen slapen. Hé, wat flik je me nou? Mevrouw van Walraven. Nee. Ze ligt! De fout van je leven, weet je dat? Irwin is gevonden. Hij is dood. Hallo? Ben die verwarming aan? Jim? Luther, het is Barry. Barry is in de club. Hey, gaan we doen, Pik? Volgens mij ga jij gewoon even moeven, maar. Ja, volgens mij ronde jij gewoon even op naar buiten en die 2 lelijke clowns van je ook gelijk even mee. Ik weet niet onder welke steen jij vandaag gekropen bent, maar ik zou van de kant gaan. Sorry, orders van de baas. Oh. Zei ik nou, lelijke. Hey Luther. Hey Barry. Wat we doen? Schiet in een volle tent. Doe maar weg. Oplossen nou. Komen we elkaar nog wel een keer tegen, hè? Je gaat mij niet zien, Barry. Morgen. Goedemorgen. Leeflang recherche. Kan ik deze jongens aan u toevertrouwen? Mevrouw van Walraven zit in beperkingen. We weten niet precies hoe lang het gaat duren. Is dit goed? Kom binnen. Ja. De hele voordeur ligt eruit. Alles ligt overhoop. Ja, we ruimen we straks alweer op. Als jij nou vannacht op de bank gaat slapen, dan kan Boris bij Koen en dan zien we morgen wel weer verder, oké? Morgen slapen we gewoon weer thuis. Hebben ze gezegd waarom ze kamer hebben meegenomen? Nee. Kutsmeres. Kutsmeres. Ik denk dat we de zachte hand nu wel kunnen laten varen, niet? Laat er maar voluit weten hoe ze ervoor staat. En wat hebben we op haar? Genoeg om er een tijdje in alle beperkingen te houden. Jij hebt nog ruim 70 uur voordat de verdachte wordt voorgeleid. Ik stel voor om de nachtrust maar even uit te stellen.
Koud? We hebben problemen met de verwarming. Zo opgelost. We hebben de rekening niet betaald. Zo. Zitten we weer. Waar word ik van verdacht? Nou, wat dacht je? Je broertje, Irwan. Dood onder verdachte omstandigheden. Of hij moet zichzelf in de borst hebben geschoten. Jullie zagen elkaar toch de laatste tijd? Gaat dit hierover, over Irwan? Het roept toch op zijn minst vragen op. Eerst beschuldig jij van een aanslag op je leven. Vervolgens pleit je hem vrij en je gaat naar zijn welkomstfeest. Wie zat er achter die aanslag? En dat vraag jij aan mij? Ja, dat vraag ik jou, ja. Jim, jij wist ervan en je deed niets. Ik wist van niks. Er zaten verdomme 100 kogels in mijn auto. Was hij het? Nou, was het, Johan? Hij was het, hè? Hij was het. En dit heb jij gedaan. Uit zelfbescherming. Luister, ik begrijp je wel. Het was Johan of jij. Ik heb hem niet vermoord. Is dat zo? Ik heb hem niet vermoord. Johan is mijn broer. Is toch een goede gewoonte in je familie? Elkaar afmaken? Ben je Frans al vergeten? Klootzak. Nou? Ik zeg niks. Tot mijn advocaat Christiane Wilkes hier is. Nou, dan kan dit nog wel even duren. Je weet toch wat het betekent, hè? En alle beperkingen. Geen contact met de buitenwereld. Geen contact met de familie. Zelfs geen telefoontje naar je kinderen. Om te beginnen 3 dagen. Waarom zit ik hier eigenlijk? Is je nou nooit iets opgevallen aan ons officier van justitie, Justine de Heer? Zulke poten. Zulke lange tenen. Ben je op gaan staan in de rechtszaal? Ja, nou in. Zit jij nou stom te lachen? Kom. Je hebt geen idee waarmee je speelt. Geen idee. Einstein? Een beetje privacy misschien? Sorry mevrouw, maar u staat onder observatie. En we willen natuurlijk niet dat u er tussenuit piept tijdens het douchen. Hoe zie je dat voor je dan, met al die tralies? Naast voor uw eigen veiligheid. Nou, geniet ervan. Wat wil je die? Gaat je niks aan. Waarom niet? Luister. Je bent een lief meisje. Ga je het uitmaken? Luister, het was tof. Het was leuk. Je bent super lief, maar ik... Het gaat niet. Ik kan je er niet bij hebben. Ga naar huis, ga naar je moeder. Dus je gaat het uitmaken? Sorry. Mijn moeder zit hierachter. Het is hier gewoon niet veilig, oké? Ik ben bang voor mijn moeder, hè? Je moeder wil dat je thuis komt en dat je je school afmaakt. Ja. Als je
salaris van gisteren nacht. Niet boos zijn, oké? Zorg dat je vanavond weg bent. John, ik doe het wel. Ja, laat me dat nou even opruimen, dat is zo gebeurd. Nee, ik doe het wel. Nou, dan breng ik die jongens naar school. We wachten tot onze moeder belt. Oké, okay. Snap ik. Wat vet. Gaaf, hè? Hier mag gewoon vasthouden. Kom hier aan. Gejat. Kijk uit hoor, hij is geladen. Kan niet schieten. Hier, kijk, zo ontgrendel je hem. Hij is geladen. Ja. Koen! Wat wil je aan doen? Niks. Kom. Niks zeggen. Nee. Hé, hey, als je iets is, dan bel je, hè? Wat wil je doen? Kom. Hé. Hey. Wat ben je aan het doen? Oh, niks hoor. Nou, kom even helpen opruimen dan. Nee. Daar ga ik niet in. Ik had even gebeld, man, dat je weg mocht. Had ik je opgehaald. Kleine moeite. Fiep wat je voor. Doe je eraan. Ik ga even boodschappen doen. Kan jij even mooi op hem letten? Eet jij mee, Luther? Nee, dank je, Fiep. Dree. Neem een keteltje mee. Net als vroeger, hè? Miljoenen in stenen, geen tientje in mijn zak. Weet je het een beetje? Vliegt eruit, jongen. Ik kan die jongens bij Carmen nauwelijks betalen. Wat is het met haar? Dree. Ik kan het zwart niet bereiken. Ik heb hem het land uitgestuurd. Een meisje aan de balie zei dat hij ze opgehaald. Het zweet gutste van zijn voorhoofd. Vier heren. Drie breien, één kleine ouwe. Godverdomme. Als ze zwart net zijn kloten voor het blok zitten, ben ik alles kwijt. Niks. Oké. Weet je wat André gaat doen als ik iets zeg? Luister. Jij breekt haar hart, ik breek je nek. Kan kiezen. En Karma gaat je belonen voor je babysitten. Nee! Wat moet ik doen zodat je naar me luistert? Het wordt daar precies hetzelfde. Blijf hier. Voor jou. Jij maakt mij gek. Jij maakt mij gek met je leugens en je gedoe. Met je
oog in de rug. Weet jij hoe dit soort zaken worden opgebouwd? Het is nooit één ding, hè? Het zijn juist allemaal losse elementen, zo. Zorgvuldig opgebouwd, ja. Degelijk recherchewerk. Zoals dit. Telefoonverkeer vanaf Eerwands telefoon. In de dagen rond zijn dood. Dit is jouw nummer? Dat het zijne. Hier een grafiekje. Er is een piek. Dag later was hij dood. Dat is gek. Wat wil je nou van me? Ik zie je koud, ik ben moe. Je hebt mij vastgezet. Ik wil naar huis, naar mijn kinderen. Oh, de kinderen gaat wel goed. Je hebt zoveel meegemaakt. Hoe is het met ze? Hoe zal het met Boris zijn? Wat is die nou? 12? Wie past er op hem? Michel. Opa en oma? Die mannetjes voor je deur. Zwart is verdwenen. Pakken. Zwart is weg. Jouw geld raakt op. En zonder geld blijven die mannetjes niet voor je deur staan. Zou het met ze zijn, met die jongens? Zijn ze veilig? Boris weet niet eens waar je bent. Wat wil je nou van mij? Hè? Vertel over Irwan. Wat? Ik weet niks van Irwan. Ik weet niet waar hij mee bezig was of met wie. Forensisch rapport. Nee. Niet met wie? Je hebt ze notabene allemaal vrijgepleit. Ja, ik heb niks met hun te maken. Nooit gehad. Nooit interesse gehad, niks. Nee. Dit dan? Dat ben jij. Voor de deur van Henk Ooms. Jij zou mij moeten beschermen. Sinds jullie lek word ik van alle kanten belaagd. En jij pakt mij op omdat je niks hebt. Je hebt niks, want er is niks. De moorden en de aanslagen vliegen mij om de oren. En op een of andere manier ben jij altijd het middelpunt. Ik geloof het niet meer. Ik geloof niet meer in jouw onschuld. Hoezeer ik het ook zou willen. De zielige weduwe die per ongeluk in de onderwereld is terechtgekomen. Ingezogen. Jij bent het. Ja? Jij bent het oog van de orkaan. Jij bent het middelpunt. Oh, Jim, ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan. Jij verzint alles. Ik verzin alles? Ja. Hoe wil jij dat nou? Jij weet alles. Jij hebt hem! Hanneke. Het spijt me. Hanneke hangt een lulverhaal op. En jij gelooft haar. Mij niet. Jij gelooft Hanneke. Kom op. Dat is het. Hanneke is toch je beste vriendin? Wat? Oh. Je bezoek. Hey. Kan die advocaat hier wachten? Dat gaat net goed. Je wilde toch iets om haar mee onder druk te zetten? Dit komt juist van het forensisch. Jezus. Wacht je mee tot de advocaat weg is? Wij hebben de tijd. De politie is zijn beste vriend. Flikker de grond.
Blijf hier, met Rutter. Kom op, wegwezen. Kalm. Wegwezen. Rustig aan, Boris. Jij hebt papa vermoord. Het komt allemaal door jou. Het is allemaal jouw schuld. Lucien, ga weg. Boris, denk na. Ik schreef hem voor zijn kop. Ga weg, Lucien. Hij heeft papa vermoord. Ik weet wat hij gedaan heeft. Hij heeft papa vermoord en nu vermoord ik hem. Ik zou hem het liefst ook doodschieten, maar mama heeft hem nodig. Ik mis hem en dat komt door hem. Boris, denk na. Doe dat ding weg. Ik mis papa. Ik mis papa ook. Ga aan de kant, Lucien. Doe dat ding weg! Lucien, ga aan de kant. Boris, hij heeft mama haar leven gered. We hebben hem nodig. Doe dat ding weg. Luister naar je broer, Boris. Uit bek! Boris. Ga maar even koffie drinken. Oké. Of blijf je volhouden? Justine de Heer, die maakt het veel te persoonlijk. Carmen, wat heb jij gezegd tegen de recherche? Woord voor woord. Niks. Helemaal niks. Ze denken dat ik... Eerwan heb... vermoord. Dat is belachelijk. Echt. Ze gaan niks vinden. Ik ben er niet gerust op, Carmen. De OM zet hoog in. Zoveel machtsvertoon, dat doen ze niet zomaar. Begin jij nou ook al? Geloof je me niet? Het is niet belangrijk wat ik geloof. Voor mij wel. Voor mij is het wel belangrijk of jij mij gelooft of niet. Jezus! Carmen, het kan zijn dat ze meer weten. Laat ze maar met bewijzen komen. En tot die tijd zeg jij niks, geen woord. De enige verklaring die ik van jou terug wil lezen is... ik beroep mij op mijn zwijgrecht. Punt. Begrijp je dat? Geloof jij me niet? Carmen, dit is belangrijk. Focus. Je gelooft me niet. Als ik mijn eigen advocaat al niet kan overtuigen... ik heb mijn broer niet vermoord. Ik geloof je. Je gelooft me niet, ik zie het. Je gelooft me niet. Oh, domme kut.
Oh, nee, nee, nee. Oh, nee. Ga auto halen! Nee! Kleintje, kleintje, kleintje. Wat hadden we nou afgesproken? Hm? Harder zou je toch worden, domme kut. Weet ik niet. Ecstasy, denk ik. Heel veel. Ik zou de maag leegpompen. Ik heb... Nee, er wordt voor haar gezorgd. Ja. Ik heb eventjes wat gegevens van uw dochter nodig. Wat naam? Nee, dat leven. Is niet mijn dochter. Ik heb... Meneer? Ja, volgens mij heb ik die hier staan. Moet ik even kijken hoor. Maar even. Ik bel je even terug. Een kittig vrouwtje, die advocaat van jou. En een beetje voorspelbaar alleen. Ja, ik heb niet veel te zeggen, ik heb alleen wat te laten zien. Dit. Gevonden in jouw jachthaven. Met jouw vingerafdruk erop. En als je nou zou praten, zou je tegen mij zeggen, nou en? En dan zou ik tegen jou zeggen dat het DNA is gevonden op die bako. Van een Bulgaar. Had ik je al verteld dat die Bulgaar hartstikke dood was? En dat hij iets te dicht bij een barbecue had gestaan? En dat hij bijna helemaal is afgefikt? Maar gelukkig niet helemaal, helemaal. DNA technisch gezien dan. Dus wat heb ik? Ik heb een moordwapen. Ik heb jouw vingerafdruk daarop. En ik heb die dode Bulgaar. Dus als je ooit van plan was iets te gaan zeggen, is dit het moment. Esther, als je niet praat, maak je helemaal kapot. Ik blokkeer je rekeningen, ik haal je huis leeg. Ik trek de zaak van jouw vriendje leeg. Hoor je mij? Kom. Weet je, Jim, Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit allemaal wat persoonlijk begint te worden. Jij observeert me. Je bedreigt me. Je volgt me. Kom op, slappe zak. Ben ik een soort obsessie voor jou? Wat wil jij van mij? Gaat het wel goed met je? Heb jij misschien een ongelukkige jeugd gehad? Hm? Moet jij niet praten? Hé, wat wil jij van mij? Zeg het maar.
Ben je serieus dat ik er iets mee doe? Als wisselgeld? Of beter nog kapitaal? Dat nu te gelden maken? Ik wil je ook wat geven. Ik hoef niks van je. Wil je met iemand bellen? Ik hoef niks van jou. Dat weet je zeker? Ja, heel zeker. Schiet op, man. Er is iets met Nathalie. Je lult. Ja, licht. Smerige klootzak. Niet, Jim. Heb jij zo weinig dat jij... Doe het dan! Jim? Jezus. Zeg maar. Zeg het nu dat je liegt. Jouw dochter ligt in het ziekenhuis. Niet. Ze ligt in coma. Nee. Ze heeft een hele zak met pillen geslikt. Ze heeft je nodig. Je kunt naar haar toe als je bekent. Je moet bekennen. Je ligt in coma! Je ligt niet in coma! Je ligt! Zeg dat het niet waar is! Als die slaat! Is nog iemand langs geweest? Familie? Leef lang. Net als vroeger. Mag ik niet drinken met die medicijnen? Proost. En waarop eigenlijk? Leven, kinderen, toekomst. En een gezin kapot. Met niks gekomen, te volle geleefd. En met niks zullen we gaan.
Hey. Wat doe je nou, gek? Mama is opgepakt. Gaat Carmen doorslaan? Het gaat er hard aan toe, maar mijn gok is dat ze het volhoudt. Kijk, en daarin verschillen wij dus. Ik hou niet van gokken. Nooit gedaan. Waar is Jim? Ik wil praten, maar alleen met Jim. Waarover? Gaat je niks aan? Over wie? Over wie? Over ooms? Nee. Over mezelf. Ik ga bekennen. Carmen. Hou vol. Je bent er bijna. Ze hebben niks. Ze kletsen maar wat. Je kinderen zijn oké. Nathalie ook. Ze gaat het redden. Hou je kaken op elkaar. Praten. Nee. Ik beroep me op mijn zwijgrecht. Goed zo. Niks meer voor je doen, weet je. Jawel. Ik kan de verwarming aanzetten.
mezelf aangeven. Vermoord. Beide series van Penosa zijn op DVD verkrijgbaar, exclusief bij de KRO voor €22,95. Bestel direct via webwinkel.kro.nl. Het is mijn schuld. Het is allemaal mijn schuld.